We hebben de stoute bergschoenen weer eens aangetrokken. En we zijn dit jaar beland in Oostenrijk en wel in Tirol. Nou, we gaan onszelf eens even flink verwennen. Want we hebben ons ingeschreven voor een culinaire hike. Het is een beetje wandelen, maar vooral eten. Daarnaast gaan we ook nog naar de spa. En we gaan proberen het te doen met een mountaincar. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Vandaag gaat er dus een droom uitkomen. Ik ga slapen in een berghut. En wat denk je? Hieronder ligt de grootste wijnkelder van Tirol. Hoe mooi kan het leven zijn? Vandaag een fantastische hike gemaakt. We zijn begonnen in Kussen, waar ook het hotel is. En we zijn er boven gelopen naar de Boerkalm. Nou, het was met watervallen, bospaden, bergpaden. Het was fantastisch. 2 uur aanpoten en het eindstation is de Boerkalm. En dat is de kaasmakerij. Nou zou je denken, nou een kaasmakerij, dat lijkt me niet zo spannend. Nou, klopt. De kaasmakerij is ook helemaal niet spannend, maar ze moeten hier wel heerlijk eten hebben. Dus dat gaan we doen.